Bernie Brody Onsen. In veel verdumte kerst, ik wil dat jullie per helft het kalf vertrokken. Goedenavond, mijn naam is Helma Smurnebot Jansson en vanavond gaan we een Zweeds kerstmaal bereiden. Heerlijk. Josip er intrek hun fiets met een nutwemberget. En het kuknot vroeger verkort in het helft uit de kolon dundere gooi heb skint halve tijd merkervols. Ja. U heeft natuurlijk diverse ingrediënten nodig. De kalkoen, alle keukengerei, messen, vorken en lepels. En met veel eel sauce maken. U heeft diverse sausen nodig. Helemaal veel net sauce maken. En met druk om te elbe lori, we zullen in met de sauce voor u pregot. En met de helft de skulver in hun telepeken, en zo, dat men telerken. En met de in diske ulfrudo top in svenska, is dan verkluperet ninge ting, voor het mayonaise, nee. Ze overhulvet en bekalken ergens kumtje, ook het linker, waar je met je sauce voor kumtje, oi. Pregeliep te toflonkeren, en helemaal druk sauce pilongen, en ongedrukt, en neem ketchup, nee. Nee, men ze prijelijkheid kunnen behullen voor hem tukken te zuurpul van denken. Men in heel nooit zal bedrukken vrienden. Dat zou het zwingen schaas op de gulle olfet in elke roosvoot. Ze bruurt zo'n rare sos, ze bruurt ruwen netke. Heb klot die briket goed. Hun hun en vlaken te esmaal tot de umfruk. En was het jodrake, hij met het. Ja. U heeft heel veel nodig. Ik heb een hele dikke reet. Ze is voor het niet, ze heeft een perkel kalkun verrijd. En een gespleten persoonlijkheid. Ja, en heb je maar ook het invul niet gepraat gered. Ik val op vrouwen. Ze is pleurig met zijn vrukje rust naar vieske. Ik ruik de kalkoen zelf niet. Ze heeft voor uw het kalabretske in verhaald gered. Want ik ruik daar beneden enorm naar vis. Wat sinds kan wat die in vis kalkoen vergoed? Ik heb alles geprobeerd om die nare luchtjes te voorkomen. Fruitskrot. Groene zee. Skleng. Douchegel. Proet. Scrubben. Skirfhente. Oxy-action. Loihon. De Swiffer. Skrupret. Behandelingen. Sklakfruit. Nog meer scrubben. Skleberdeudels. Zoutzuur. Een filmeskut voor uw aardketten. Niks hielp. Ze hebben met hun ofnet gedrieten of vergendierd. Uiteindelijk heb ik de boel dan ook maar helemaal dicht genaaid. Allora, ik is klaar. Kalkoen vreet in oven. Dan stoppen we de reet, de kalkoen, in de oven. Is het een gruwel of trote kinder? Om daar lekker aan te branden. Even een durfje of wat, maar ze heeft iets minuten voor doet. En nu maar een tijdje wachten. Ja, ja. Ja, ja. Hé, du, ze hebben het denken, weet je, je hebt half het burger, weet je, helemaal het klaar, weet je. Ja. Wat zit jij nou de hele avond naar mijn tieten te kijken? Nee, we zijn in een ding. Moment, ik heb het voor een van de twijfels, ik heb het truut. Ze hebben voor andere kinderen een helm met reus. Ja, dat begrijp ik, dat kan platteren. Nou, ik snap ook wel dat je naar mijn tieten zit te kijken met die plank naast je. Weet je wat, als je haar nou even dumpt, dan kom je even naar achteren, ga ik een tijdje op je gezicht zitten. Boom! Bing! Ah, en of nog niet klaar, wist je het? Zoals u ziet, aangebrand. Oh, ruik nog viskuppen tramp. Oh, wat ruik ik naar vis daar beneden. Even kutkos kan begrijpen het klukkelijk Zweensk of kerstgut het. En hemskos vind de dooi. En dat is kut. Maar je vrouw, je wat? Dai? Kut. Ah. Eller met zijn taxi mykje met jouw naam Helma Smerny Brodjansen. En hier voor het kerstgut het kalkunstje trapje bjerd. Mijn naam is Helma Smeunebot Jansson en ik wens u met de kalkoen een heerlijk kerstmaal toe. Ja. Kut!